In het kader van de vastenmaand Ramadan heeft minister Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken de afgelopen periode bezoeken gebracht aan diverse moskeeën. Suriname telt landelijk ruim 250 moslimorganisaties. De bewindsman heeft dit jaar de moskeeën in Wanica, Kommewijnen en Paramaribo bezocht. Noursalim vond het belangrijk om de verschillende religieuze organisaties tijdens deze periode een bezoek te brengen om meer inzicht te verkrijgen in de beleving van de vastenmaand. En de bedoeling is zeer zeker dat ik als minister ook in de tijd van Ramadan, want het is niet alleen voor wanneer de moslimbroeders van ons Ramadan hebben, maar ook als de andere religieuze organisatie hun dagen hebben, dat ik zoveel als mogelijk een kijkje neem in de keuken, laat me het zo zeggen. Want zoals u weet, wij moeten beleid maken en het is ook goed dan om precies te weten hoe die beleving plaatsvindt. En het is zo dat ik het tot nu toe, wat ik heb ervaren, is dat de mensen het wel appreciëren dat de regering ook aandacht schenkt aan dat stukje wat voor elke Surinamer, in het geval onze moslimbroeders en zusters, een heel belangrijke tijdsperiode is. De minister heeft tijdens zijn bezoek ook de knelpunten vanuit de organisaties aangehoord. Enkele zijn de bezoldiging van de geestelijken en de vraag naar meer huwelijksambtenaren. De bewindsman legt uit welke oplossingsmodellen hij eventueel zou kunnen aandragen. Een van de zaken die is dus wel als een knelpunt wordt ervaren, maar in principe waar ik al duidelijk over ben, is dat stukje van bezoldigde geestelijke. Er is een quota en binnen de moslimgemeenschap is dat nog even onduidelijk hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dus ik moest dat stukje ook even uitleggen bilateraal om te zeggen, hey, quota, hoeveel alle religieuze groepen die mogen beschuldigde geestelijke voordragen, maar er is een SB geslagen waar het is opgenomen hoeveel elke denominatie mag voordragen. En nagenoeg hebben alle organisaties al invulling gegeven aan dat stukje van beschuldigde geestelijke. Dus er is nu geen ruimte. Maar de oplossingsmodellen en wat er moet plaatsvinden dat mensen kunnen aanschrijven, zoals pensionering, dat heb ik ze allemaal duidelijk gemaakt. Minister Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken. Hij heeft de afgelopen periode diverse moskeeën in Paramaribo, Wanica en Kommewijnen bezocht. Dit in het kader van de vastenmaand Ramadan.